Jelle Ruisenaars. Ik ben sinds kort ben ik de dirigent van de Factorium Vocal Group hier bij het Factorium. En ik zit in het laatste jaar van mijn studie, de Academie voor Muziekeducatie, in Tilburg. Binnenkort, op 10 oktober, dan profileert de opleiding Academie voor Muziekeducatie, profileert de nieuwe koers. Wat houdt dat dan in? Nou, eigenlijk gaat het meer om muzikaal inspirator zijn dan om het zijn van een muziekdocent. Eigenlijk is dat een beetje een verouderd beeld, omdat de maatschappij is veranderd, het werkveld is veranderd. We komen weer even staan. Bij Oetjaal, waar letten we op? Timing. En dan vooral dan, welke stukjes? Die twee. Eerste reis en tweede. Ja, precies. Dus die eerste is. Child, things are going to get easier. Die tweede. Child, things will get brighter. Precies. En bij het gedeelte waarbij die herhaald wordt, dan is het. Child. En bij die andere. Child. Weet u het nog? Ja. Ik heb hier al jaren les gekregen. Eigenlijk vanaf mijn 12e tot en met mijn 17e heb ik hier elke zaterdag les gehad op de Musical Factory. En daar heb ik heel erg veel geleerd. En ik ben eigenlijk een andere kant op gegaan. Ik ben niet de muziektheater of musicaltheater kant op gegaan. Maar ik ben docent muziek gaan studeren. Dat is een keuze waar ik tot nu toe nog steeds heel erg tevreden mee ben. En het past helemaal bij wat ik wil. Ja. En ik heb eigenlijk altijd de binding gehouden met het Factorium. Dus op die manier ben ik voor koren gaan staan en zo ben ik hier terecht gekomen. Nee. Hoe is Jelle als muzikaal inspirator? Nou, energiek, inspirerend, rete muzikaal. Ja, en dat is wat ik heel inspirerend vind. Want als je na een drukke werkdag hier binnenkomt, dan heb je iemand nodig die je oppept. En je begint al met een hoop energie. Mm-hmm. En dat is heel aanstekelijk. En ik denk daarom dat we ook los kunnen gaan bij jou. Ja, ja je pakt voor ons precies de goede toon. Je hebt precies opgepakt waar wij behoefte aan hebben met improvisatie, afwisseling. In repertoire, er is voor iedereen wat. En dat is precies waar we zo van houden. En dan ben jij gewoon naadloos ingestapt. Ja. Dus ja. Ja. Cool. Wij vinden het best leuk met jou. Nou. Heel leuk. Yes. Ja, het is wel ook echt. Ik geef altijd heel erg veel energie. En dat is ook een beetje, dat hoor ik heel vaak, dat ik veel energie krijg. Maar elke keer wanneer ik hier wegloop, dan heb ik ook het gevoel alsof ik weer nieuwe energie heb. Zeg maar. Ja. Sommige dingen kosten mij heel erg veel energie en dan krijg je niks van terug. En hier heb ik altijd het gevoel dat ik weer met nieuwe energie door kan, zeg maar wanneer ik hier om 9:45 wegloop. Dus ja, dat is vanuit beide kanten zo. Maar dankjewel. Ja. Leuke groep, een gemotiveerde groep van allerlei mensen die houden van vanuit improvisatie werken. Dus het ene stuk dat staat volledig genoteerd en het andere stuk daar gaan we mee werken door hier en daar wat voor te zingen en dan komt iemand weer met een idee en dan komt weer iemand anders met een idee en zo bouwen we een koorstuk op. Heel erg leuk om daar voor te staan. Ik hoop dat ik op meerdere manieren een muzikaal inspirator kan zijn. Qua zang hoop ik dat heel erg uit te stralen. Als multi-instrumentalist hoop ik het uit te stralen. En ik denk ook dat het een soort van algemene vibe is die je om je heen hebt hangen. Ik hou er heel erg van. Mijn koor staat al te wachten. Ik hou er heel erg van om met mensen te werken. Of dat nou jonge kinderen zijn of volwassenen of studenten op een pabo bijvoorbeeld. Ik hou ervan om mensen te prikkelen, om mensen te enthousiasmeren. En muziek is echt mijn middel. Over 5 jaar, dan hoop ik dat ik heel veel verschillende dingen heb mogen uitproberen. Op dit moment sta ik voor koren. Geef ik les op een echt primair onderwijs. Middelbare scholen vind ik ook heel erg leuk. Organisaties die muziekonderwijs stimuleren vind ik ook heel erg interessant. Ik hou ook van geluidstechniek, dus het gaat nog een beetje alle kanten op. Maar ik hoop dat er dan steeds meer richting in komt en dat ik me ook echt daadwerkelijk in dingen kan gaan specialiseren. Want daar heb je niet altijd een opleiding voor nodig. De opleiding heeft me juist de breedte gegeven. En dan hoop ik zelf een soort van verdieping die kant op te gaan.
altijd doen. Sowieso altijd doen, want er is niks leukers dan zingen. En eigenlijk is er één ding leuker en dat is zingen met meerdere mensen. Ja, er hoeft helemaal geen drempel te zijn, want het gaat helemaal niet om al een fantastische zanger te zijn. Als je solistisch gaat zingen, is dat misschien een ander verhaal. Maar juist in koorzang gaat het om gezamenlijk zingen, dus dat is fantastisch en dat kan iedereen. Nou, mocht je dit mooi hebben gevonden en iets meer met koormuziek willen doen, dan is er bij het Factorium altijd genoeg mogelijkheid. Bij ons is er genoeg mogelijkheid. Mocht je dit mooi hebben gevonden, dan mag je ons ook een berichtje sturen en dan komen we bij jullie optreden.